mm, net wat jouw voorkeur betreft. Ik ga hem haken met 2,5 mm, omdat ik hem best wat het motief wat kleiner wil hebben. Als jij het motief wat grover wilt hebben, ga gerust omhoog in haaknaald. Maar hou even rekening met het aantal meters schaar dat je extra bijbestelt als je dat wilt. Dus als je echt een volle maat, dus maat 3,5 mm gaat haken, zorg ervoor dat je de kledingmaat hoger het aantal bollen van pakt. We gaan starten. Ik ga even wikkelen vanaf. Loopzaken. Je houdt de draad hier vast en we leggen eerst een lus op de naald. Zo. Beetje aantrekken. Dan ga je eerst 4 loshaken. 1, 2, 3, 4. En dan maak je een dubbel stokje in die eerste losse. Hier. En door 2, door 2 en door 2. 3 lossen. 1, 2 en nummer 3. Dan ga je een dubbel stokje maken hier op deze plek. Hier waar die twee lussen samenkomen. Steek je naald onderdoor, pak je draad op en die haal je op. Draad om de naald, omslaan en doorhalen door 2. Draad om de naald en door 2. Draad om de naald en door 2. En dit punt hier, dat is ook deze punt waar je straks weer het dubbele stokje naar. Dus 1, 2, 3 lossen. 2 keer omslaan en dan ga je naar dit punt toe. Steek je eronder door, draad ophalen. Draad omslaan, door 2 lussen. Draad omslaan, door 2 lussen. Draad omslaan, door 2 lussen. Nu zie je dat ik 3 loops heb gemaakt. Hier is de eerste, de tweede en de derde. Zorg ervoor dat je oneven aantal loops hebt. Van buitenkant schouder tot buitenkant schouder. Dus deze top wordt van boven naar onder gehaakt. Ik ga het aantal loops opzetten wat ik nodig heb voor maat 36. 1, 2, 3 lossen. En dan laat ik je straks weten hoeveel loops ik gehaakt heb en hoe breed het is. Dus we starten deze van boven naar onder te haken en niet van onder naar boven. We gaan eerst starten met de voorkant, boven voorkant, dus mouw en kraag in één. En dan gaan we het rugpand eraan vasthaken. Maar dat laat ik je gaandeweg zien. Dus het patroon is heel makkelijk, vrij makkelijk aan te passen naar elke kledingmaat. Ik ga je straks laten zien hoe breed die is geworden, oftewel hoe lang de ketting van loops is geworden. Ik heb totaal 39 loops gemaakt en hij is ongeveer 60 centimeter, 23,5 inch lang. We gaan starten met de eerste basisstoel op te zetten voordat we het patroon gaan beginnen. We starten met 3 lossen voor het eerste stokje. 1, 2 en 3. Ik weet normaal gesproken haak een stokje, een losse en dan een stokje, maar nu gewoon 3 lossen. Dan gaan we in de loop 3 stokjes haken. 1, 2 en nummer 3. Dan ga je naar de kruising hier en dan zie je hier als het goed is die 2 loops. En daar ga je onderdoor en dan maak je nog een stokje. Ga je naar de volgende loop hier en daar maak je weer 3 stokjes in. Dus gewoon in het gat steken en daar je stokje omheen haken. 1, 2 en nummer 3. En dan ga je weer naar de kruising hier en dan ga je weer onder die 2 lussen door hier. En daar maak je weer een stokje in. Dus de herhaling. 3 stokjes in de loop. 1, 2 en nummer 3 en 1 stokje in het midden van de loop, dus ertussenin, onder die 2 lussen door en daar maak je het 4e stokje in. Dan zul je zien dat je een mooi recht geheel krijgt en gelijk de basis hebt voor het meervoud aantal steken voor dit patroon te starten. Dus dit haak je door tot en met de laatste loop en dan gaan we samen het laatste stokje nog even haken en opstarten met de patroon. Het patroon. Ik ben bij de laatste loop aangekomen. Zoals afgesproken gaan we die even samen doen. Dus weer 3 stokjes in de loop. 1, 2 en nummer 3. En de laatste doen we hier in de eerste
losse die je op hebt gehaakt in het begin. Dan is deze toer klaar. We gaan nu starten aan het herhaalpatroon. We starten met 4 lossen. Dus 1, 2, 3 los voor het stokje. Plus 1 los voor de ruimte te maken. Draai het werk om en in diezelfde steek hier haak je een stokje bij. Dus we hebben hier nu een V'tje gemaakt. 1 losse. Dus slij 1, 2, 3 stokjes over. En in de vierde, dat is deze stokje die hier in het midden heb gehaakt, maak je een stokje, een losse en een stokje. Gevolgd door 1 losse. Slij weer die 3 stokjes over en dan ga je naar de vierde hier en daar maak je weer hetzelfde in. Dus een stokje, een losse en nog een stokje erbij. En die sluit je af met een losse. Dan ga je door naar de volgende vierde. Dus 1, 2, 3 overslaan en in de vierde weer een stokje, een losse en nog een stokje erbij. En om de ruimte tussen de twee V-steken, want het zijn het eigenlijk, maak je altijd een losse. Door naar de volgende. Hier is de vierde. En daar maak je weer een stuk. Stokje. Een losse. En een stokje in. Dit ga je herhalen en dan gaan we samen de toer afsluiten en de nieuwe toer opstarten. Ik ben aangekomen met de laatste V-steek te maken. Ik heb hier allemaal lossen gemaakt. En dan ga je eigenlijk naar die ketting van 3 hier. En dan pak je die derde lus hier, deze. En daarin maak je een stokje, losse stokje. Hier dus. Een stokje, een losse en in die derde lus nog een stokje erbij. Dan heb je een V'tje in het begin en een V'tje aan het einde. Dan gaan we starten met toer 2. We haken 3 lossen voor het eerste stokje. Plus 1 losse voor de ruimte te maken. En dan ga je in die losse ruimte ga je een stokje maken. 1 losse. En in de volgende V-steek. En dan maak je weer een stokje, een losse en een stokje. Herhaling. 1 losse. En naar de V-steek. En dan maak je een stokje, een losse en een stokje in. 1 losse en weer in de V-steek een stokje, een losse en een stokje in. Dat ga je herhalen tot het einde van de toer en dan gaan we samen de toer afsluiten. En dan is het voor jou de herhaling tot onderaan het armschap. En dan laat ik je zien hoe je het moet gaan afwerken om de body te gaan krijgen. Ik ben aan het einde gekomen, we gaan samen even de toer afmaken. Ik heb mijn losse al gehaakt, dan ga je tussen de twee stokjes in nog een stokje haken. 1 losse en dan zoek je de derde lus op. Je ziet vaak van die bobbeltjes hier. 1, 2, 3. Dan weet je eigenlijk altijd de derde bobbel jouw derde lus is. Dus 1, 2, 3. Nou, in die derde lus, hier, maak in het stokje. We proberen dus onder 2 lussen door te steken. Zie je? Nou, daar maak je het laatste stokje in. En dan start je weer hetzelfde als we deze toer net gestart zijn. Dus je haakt 3 lossen. 1, 2, 3. Voor het stokje. Dus 1 losse om de ruimte te maken. En dan ga je tussen de 2 stokjes in weer een stokje haken. En in de volgende V weer een stokje. Lossen en dan een stokje. Nou, dit ga je dus herhalen totdat dit gedeelte hier zo breed is dat je de arms, de schouderomvang gedeelte 2 hebt. Dus stel je schouderomvang, dus het breedste punt van je bovenarm is bijvoorbeeld 40 centimeter. Dit stuk ongeveer 20 centimeter zijn. Als je daar bent, dan gaan we de volgende toer voorbereiden. Om het tweede pandje eraan vast te kunnen hechten. Zodat je gelijk de bouw en het bovenstuk aan één hebt. Dus deze toeren kun je door gaan haken. En dan gaan wij starten met het
tweede deel te maken. Ik heb 15 toeren gehaakt en hij is nu 14,5 centimeter lang. Er komt nog één toer aan vast en met die toer gaan we met het voorpandje de twee delen van de mouw aan elkaar hechten. Je hebt als goed zo gemeten hoeveel ruimte jij nodig hebt vanaf de oksel tot aan het randje hier, want dit is het kopje van de mouw. Dat ga je nu eerst bepalen. Ik ga 7 veentjes doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat is ongeveer 10 centimeter. Dus aan de rechterkant van het veentje tot aan de linkerkant van het veentje hier. Dat is 11 centimeter. 11 centimeter is ongeveer 4,2 inch. En hij is lang 14,5 centimeter. En 14,5 centimeter is ongeveer 5,5 inch. We gaan nu die 7 veetjes, dus in feite gaan we met stokjes haken en dan ga je door met de veetjes en dan herhaal je precies hetzelfde aan de andere kant. Haak 3 lossen voor het eerste stokje, 1, 2, 3, en keer in het werk. Dan haak je tussen de stokjes in 1 stokje en op het stokje 1 stokje. En om die lossen hier ook 1 stokje. Dan ga je weer naar het veetje. Op het eerste stokje van het veetje haak je een stokje. Tussenin haak je een stokje. En op het veetje, het tweede stokje van het veetje, een stokje. En in de losse ruimte een stokje. Nou, dit blijf je herhalen tot en met het 7e stokje. En daar stop je. Ik heb tot en met het 7e veetje gehaakt, plus het stokje nog in de losse ruimte, maakt 4. Nu ga je doorhaken met veetjes en de losse, dus nu geen losse, gewoon gelijk doorhaken in het veetje met een V-steek. Dus stokje, losse, stokje, losse en in het volgende veetje ook een stokje, een losse en een stokje. Dat ga je herhalen tot en met die laatste 7 veetjes en dan gaan wij de stokjes toer afmaken. Ik ben bij de laatste 7 veetjes aangekomen. Nu maak je geen losse, maar ga je gelijk in de ketting haken. Dus hier 1 stokje, dus nummer 1. 1 stokje, nummer 2. Tussen de stokjes in, nummer 3. En op het volgende stokje is nummer 4. Dus weer een stokje in de losse ruimte tussen de veetjes in. Op het eerste pootje van het veetje een stokje. In de losse ruimte tussen de twee stokjes in een stokje. En op het tweede pootje van het veetje een stokje. Dat haak je door tot en met het einde en samen gaan we de toer afhechten. Zijn we aangekomen bij het laatste veetje, haak je inderdaad gewoon eerst weer een stokje in het eerste stokje, een stokje in de losse ruimte. En dan zoek je een derde losse op en daarin haak je ook een stokje. Nu, draad afhechten en dan gaan we het tweede deel starten. Dit is wat je nu hebt. Dan ga je van binnenuit markeren hoe breed jouw opening moet zijn voor het hoofd. Dat kan natuurlijk breder zijn, smaller zijn dan de breedte van mouwtje. Ik ga waarschijnlijk 4 veetjes naar binnen en ik ga daar beginnen. Dan gaan we hier aanhechten en dan gaan we deze kant op haken. Het is de bovenhand daar waar we gestart zijn, we zijn die kant op gehaakt. Hier is het gedeelte wat je vol stokjes hebt gehaakt en dan ga ik 3 stuks opschuiven. Dan kom ik hier uit. In die losse stok hier, die in het midden zit, daar gaan we aanhechten. Deze. Je ziet het stokje zit in het hartje van de loops. Daarin hecht je hem aan. Even draad je die kant op en dan doe je even vastzetten. Dus nummer 2, nummer 3 en nummer 4. Twee keer omslaan en dan ga je na die losse die je hier vast hebt gezet, ga je erin. En dan maak je een dubbel stokje. Even de eerste loop.
Als het goed is. Telt nu het aantal loops wat je hebt gemeten. Dus 1, 2, 3 vanaf hier. Plus 1, 2, 3 vanaf hier. Dan tel je dus bij omhoog hier. En dan tel je het aantal loopjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 loops. Ik moet voor mij dus 22 loops maken. Als jouw borstomvang aanzienlijk breder is, want dat heb je als goeds opgemeten, dan de rugband. Dus waardoor je meer ruimte voor nodig hebt dan achter. Dan kun je hier de loops aanpassen, want dat is tevens voor je body het aantal loops dat je nodig hebt. Maar let op dat je de juiste breedte van de rugband aan blijft houden voor de hoofddoorgang. Ik ga mijn loops haken en dan gaan we hem hier aan hechten. Precies weer in het stokje en dan hecht je hem af en dan gaan we de eerste toer starten. Ik heb in plaats van 21 loops heb ik toch 4 meer gemaakt, 25 loops. Dus ik ga nu 1, 2, 3 opzoeken, dat is hier. En dan ga ik hem hier sluiten in de... Hier zie je het veetje, dat is het stokje. En daar ga ik hem in sluiten. Met een halve vaste. Deze hier. Twee losse. Knip je hem door. Doorhalen. Goed aantrekken en schrijf je knoopjes op naar het werk. Doe je zo. Dat laat niet meer los. Gaan we zo de eerste toer met stokjes haken aan deze kant van de loops. En als ze bij de ketting aankomen, let er natuurlijk wel bij op als je hem sluit dat die ketting natuurlijk niet gedraaid is. Dus je legt hem met de goede kant, met de mooie kant, laten we zeggen, naar je toe. En sluit je hem hier. We gaan zo direct hier aan deze kant starten met stokjes. En dan gaan we die kant door van de ketting. En dan gaan we daar door met stokjes. En dan gaan we het tweede wiel met al die kant. Goed, ik heb dus de ketting eraan zitten. Ik heb 4 lusjes meer dan dat ik hier tussen heb. Nu gaan wij vanaf hier aansluiten, stokjes haken en dan de ketting door naar de andere kant toe hierheen. En dan gaan we beginnen met het patroon. Dan gaan we hier, daar waar het stokje zit, in deze losse gaan we insteken en hier gaan we het eerste stokje haken. Ik heb de lus al op de naald gemaakt. Ik haal hem door. Dan hang ik gelijk die draadjes overheen. En die ook. En maak ik mijn 3 lossen voor het eerste stokje. 1, 2 en nummer 3. Nou, hou ik die draadjes hier. Dan ga ik die gelijk meehaken. Nou, naar het lusje toe hier. Dus naar dat loopje. En in het loopje maken we 3 stokjes. Dus ik haak gelijk om die 2 draadjes heen. Dan zijn die gelijk mooi weggewerkt. Hoef je die later niet weer weg te stoppen. Dus nummer 1. Even een beetje aantrekken dat ze er goed in zitten. Nummer 2. En nummer 3. Nu ga je hier naar het plekje waar het stokje zit, dus midden van de 2 loops. En daar maak je ook weer een stokje in. Ga naar de volgende loop en in die loop maak je weer 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. En in het midden van de tussen de 2 loops in, dus waar het stokje van de andere kant zit, maak je weer een stokje in. En dan weer 3 stokjes in de loop, dus om het kettingje eigenlijk, want het is het kettinggedeelte van de loop, maak je weer 3 stokjes in. En dan hebben we hier weer het stokje en hier is het hart tussen de 1 en de 2 loops in. En daar maak je ook weer een stokje in.
Nou, zo ga je door tot je bij de ketting aankomt. En dan gaan we samen overhaken in die ketting. En dan laat je nog even zien hoe dat moet. Ik ben bij de losse loops aangekomen dat we het hier aangehecht hebben. Dan gaan we precies daar waar het stokje zit, hier in dit gat hier, gaan we nog een stokje haken. Dat is de vierde. Dus niet daarin voeten, maar hier. Daar. En nu pakken we het draadje waarmee we aangehecht hebben. Ja, ik heb altijd hele korte draadjes, ik vind het zonde om draadverlies te hebben. Sommige houden er een paar centimeter aan over. Ik heb meestal maar 2 centimeter. In de loop leg je het draadje waarmee je aangehecht hebt langs je loop en die haak je gelijk mee. Haak je in de ketting. Sorry. De goede kant voorhouden. En dan draad meeleggen en dan in de loop. Haak je dit. 3 stokjes in. 1, 2 en nummer 3. En dan ga je hier naar de loop. Moet je even goed opletten, want je werkt nu natuurlijk vanaf de andere kant langs je loop. Dat je hier goed onder die 2 lussen doorgaat. Hier. Ik heb hem even ingezoomd. Hier is loop 1 en loop 2. En hier zie je het V'tje. Dus hier steek je hem onderdoor. Daar. Dan gaan we naar de volgende loop. 1, 2 en nummer 3. En dan gaan we weer naar de aansluiting tussen de 2 loops in. Dat is hier. Dan zie je hem ook dwars lopen. Nou, daar ga je onderdoor en onder die achtste lus door. En daar maak je het stokje die in het tussen de 2 loops inkomt. Dan gaan we nog even verder haken. Hier is de volgende loop. Dan haak je de 3 stokjes in. 1, 2 en nummer 3. Dan hebben we hier weer. Hier loopt weer een dwars aansluiting eigenlijk, hè? En als je draait, zie je hier aan de achterkant nog eentje. Nou, onder die 2 door gaan we haken. Dus hier hebben we de dwarsloop en hier is die achterste. Daar onderdoor steek je je naald. Daar steek jij dus je stokje in, oftewel haak je stokje in. Nou, dat ga je herhalen totdat je hier bent aangekomen en dan pakken we samen de draad weer op. Oftewel, dan haken we samen weer verder. Ik heb de laatste 3 stokjes in de laatste loop gemaakt. En dan zijn we bij de aanhechting. En dan gaan we weer in deze stokjes, in die ruimte tussen deze 2 loops en die in een stokje maken. Leg dat draadje waarmee je afgericht hebt langs het werk gelijk. En haak je stokje. En dan ga je naar de volgende loops over de schouderstuk heen. En daar haak je 3 stokjes in de loop. 1, 2 en nummer 3. En hier heb ik het stokje en hier is de plek daar waar loop 1 en loop 2 samenkomen. En daarin haak je een stokje. Nou, zo ga je dus door tot je hier bent en dan gaan we samen de volgende toerstart en deze natuurlijk afsluiten. Ik heb de laatste 3 stokjes in de loop gemaakt en dan moet hier, daar waar deze zit, dus hier, het laatste stokje komen. Dus hier op het hoekje heb je een plek waar je precies onder 2 lussen door kan en daar haak je het laatste stokje. Zo dus. En dan gaan we aan de volgende toer starten. Je zult zien dat als ik hier aan deze rand ga trekken, dat die bijna gelijk is. Er zit alleen nog een klein beetje speling en dat is precies genoeg. Meer heb je ook niet nodig. Korte uitleg.
Wat we nu eigenlijk gaan doen is dit stuk tot de laatste toer hier haken. Dus wat je hier hebt gehaakt nu, gaan we daar haken. Dus we starten weer met de V'tjes. Alleen in plaats van hier haken, haken we nu om de boog heen door naar de andere kant. Maar het gedeelte wat je hier gehaakt hebt, dus dit vlakke gedeelte met alle V'tjes en de losse ertussenin, ga je nou aan de andere kant haken. Even om ons samen op te starten van de eerste toer. Je haakt 3 lossen voor het eerste stokje. Plus 1 los om de ruimte te maken. Dan haak je in de eerste steek hier een stokje erbij. 1 losse, 1, 2, 3 steken overslaan. En in de vierde maak je hier een stokje, een losse en een stokje. 1 losse, 1, 2, 3 steken overslaan. En in de vierde weer een stokje, een losse en een stokje. Nou, zo ga je dus door. Lossen, 3 steken overslaan en in de vierde weer een V-steek. V-steek is een stokje los en een stokje in dezelfde steek. En in de toer daarna ga je weer in de V'tjes, de V'tjes haken en ertussenin een losse. Dit ga je dus herhalen voor hetzelfde aantal toeren wat je hier ook gedaan hebt. Totdat je bij de toer bent gekomen waar je begint met volledig met stokjes te haken. Dus dat is deze toer. Als je daar bent aangekomen, dan gaan we samen het deel van de armen sluiters van de mouwen en hoe we de body gaan haken. Ik heb mezelf al wat voorbereid met een andere kleur. Gewone Rio, een beetje licht écru. Een hele mooie rustige kleur. Wat ik dus hier gehaakt heb, heb ik nu hier ook gehaakt op de laatste toer na. We gaan nu dus de laatste toer, dus de toer waar je hier de stokjes hebt, aan deze kant starten. Alleen we gaan gelijkertijd voor en achterband aan elkaar richten. Ja, ik nu dus als eerste je 3 lossen. 1, 2, 3. Want dit gaat de toer zijn met alleen maar stokjes. Maar je vouwt hem dubbel. We leggen dus het werk dubbel. We gaan 3 loshaken. 1. Voor het eerste stokje, 2 en nummer 3. Dan gaan we naar het werk hier. En we steken van buiten naar binnen door. We pakken de lus en die haal je door. Zet je werkdraad aan de linkerkant en je lus aan de rechterkant. Dan ga je door naar het V'tje. Daar steek je een stokje in, althans de haak je een stokje. Laat je lus weer wat vieren. En de tweede steek, pak je lusje op en haal het lusje door die tweede steek heen. Dan ga je weer terug naar je werk waar je bezig was. Dan steek je in het tweede stokje van het V'tje weer een stokje in. Lusje naar de vieren, naar de derde stok in de rij, draad op de naald en lusje doorhalen. Dan ga je naar de losse ruimte hier tussen, daar maak je weer een stokje in. Draad weer iets laten vieren en na het vierde stokje steek je van buiten naar binnen in, dus weer terug op de naald en doorhalen. Dan gaan we naar het V'tje, naar het eerste pootje van het V'tje en daar maak je een stokje in. Dus laten vieren. Naar de vijfde steek steek je van buiten naar binnen door, dus van de goede naar de verkeerde kant, dus op de naald en doorhalen. Het volgende V'tje, daar maak je weer een stokje in. Dus laten vieren. Naar de zesde steek, de naald van voor naar achter doorhalen om de twee lussen door. Lusje weer op de naald. En halen. Nou, zo ga je dus door tot je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 V'tjes gehad hebt. Dus een steek erna of na het aantal steken wat jij hebt besloten of berekend hebt te moeten doen. Ik heb de 7 voor mij in mijn geval. Als jij de 8, 9 of 10 hebt, kan, moet je dat ook 8, 9 of 10 keer V'tje hier aan de achterkant vastmaken. Ik ga dit stukje afmaken en dan gaan we door met de body en het tweede deel van de armschat dichtmaken. Zo ziet het er uiteindelijk uit als je het deel van de stokjes aan elkaar hebt gehecht. En dan ga je nu door met V'tjes haken. Want
bandje waarmee je bezig was. Hier dus. De voorpad. Tot aan het zevende rijtje stokjes. Je mag het stokje alvast haken voor het zevende veetje. En dan gaan we het tweede boutje sluiten. Dus nu ga ik je door met veetjes. Je hoeft nu geen losse te maken naar de stokjes. Gewoon gelijk starten met het veetje. En dan maak je je losse in het volgende veetje. En dan maak je weer een veetje in. Dus een stokje, een losse en een stokje. Zo haak je door. En dan zie ik jou terug bij de rij van 7 veetjes. Ik ben met de laatste 7 veetjes. Ik ga het werk dubbelklappen. En dan ga ik tussen de 2 veetjes in de losse ruimte het eerste stokje haken. Ik haak nu dus geen losse naar het veetje. Haak in een stokje. Dus ophalen. Wat ik dan meestal doe is het werk iets zo draaien. Dan gaat het vaak een stuk makkelijker. Ik kijk hier even het veetje. Die is hier. En hier is het eerste stokje. Dat is het eerste stokje in de losse ruimte van de rugkant. Kijk, hier is mijn laatste veetje. Hier. En hier is het stokje in de losse ruimte. Dit stokje, deze steek hier. Dat gaat de steek zijn die ik met deze ga verbinden. Dus met deze steek van buiten naar binnen doorsteken. Lus op de naald. Een beetje spanning erop houden, zodat je lus niet verliest en doorhalen en een beetje aantrekken. Begin naar het stokje, in het stokje haken, in het stokje. Lus laten vieren, dan ga je naar de volgende steek, die is hier, van buiten naar binnen, lus op de naald en lus doorhalen. Stokje in de losse ruimte, dus tussen de 2 stokjes in, dus in het hartje van het veetje. Maak een stokje en een lusje laten vieren. Na de derde steek van buiten naar binnen. Lus op de naald. En doorhalen. Dan ga je naar het stokje van het veetje. Daar maak je ook een stokje in. Lus laten vieren. Vasthouden. En naar de volgende steek van buiten naar binnen. Draad op de naald. En doorhalen. En een stokje tussen de 2 veetjes in, dus onder onze ruimte heen. Gaat ophalen en naar de volgende steek doorsteken, draad tot naald en doorhalen. Nou, zo ga je dus door tot en met de laatste steek. En we gaan samen even deze toer afronden om te laten zien waar je de laatste steek moet haken. Mooi net aansluiten. Laatste steek moet ik nu maken. We schuiven het een beetje op. Dan zien we 1, 2, derde lus. In die derde lus maak je stokje. Hier dus. En dan is het trucje. Hier hebben we de 3 lossen. En dan ga je gewoon de derde lus opzoeken. 1, 2, 3. Hier is die. En in die derde lus steek je dwars doorheen, dat je 2 lussen op je naald hebt en haal je hem door. Dan zit je precies op het einde. 2 lossen maak ik altijd. Dan zie je hoe kort ik hem afknip. Je moet hem eigenlijk zodanig afknippen dat wat je vast kan houden. Aantrekken en die 2 lossen die schuif je op met werk. Als je 2 nageltjes pakt en opschuift, zie je, dan voel je straks helemaal niks meer van. Dit is mijn armsgat, hoofdgat, sorry. Moutje 1, moutje 2. Wat we nu gaan doen is de body verder haken. Het is niet heel moeilijk. Het ziet er allemaal heel ingewikkeld uit, maar het valt eigenlijk reuze mee. Weg hier aan in de losse ruimte of je hecht aan in het veetje. 1 van de 2. Ik ga je gewoon in de losse ruimte aanhechten. En dan ga je gewoon een veetje oppakken die je hebt. Alleen let op, we zijn hier geëindigd aan deze kant.
en aan die kant met de goede kant. We gaan van binnenuit starten. En elke toer draaien we om. Ik ga je meenemen. We starten dus niet hier in deze rand, maar we starten in het V'tje, in de achterste V. Niet in de voorste, want dan zit je aan de goede kant van je werk. En we willen aan de verkeerde kant van het werk starten, zodat voor, achter gelijk blijft meelopen. Dus deze dus hier. Gaan we naar de achterkant starten. Steek dus je naald in het V'tje in. Draait je op de naald. En je haakt 3 lossen voor het eerste stokje. Plus 1 lossen voor de ruimte te creëren. Ga je terug naar hetzelfde V'tje. En in het V'tje haak je nog een stokje bij. En nu heb je als het ware het eerste V'tje gehaakt. 1 lossen. En dan ga je naar de volgende steek hier. En dan haak je weer een V'tje. Stokje lossen. En nog een stokje lossen. Dan ga je weer naar het volgende V'tje. En dan maak je weer een V'tje in. Lossen. Volgende V'tje weer een V'tje in. Dus een stokje lossen. En een V-stokje. Lossen en weer een V'tje in het volgende V'tje. Dat haak je rond en dan gaan we hier samen de toer sluiten. Dus in de hoeken ga je gewoon over deze toer heen. Dus je gaat van daar naar het volgende V'tje en dan ga je rond. Als je nou los haakt, dan haak je hier wel een V'tje bij, anders krijg je hier een gapend gat. Zoals ik dus zie, ik krijg ook een gat, nog een hender ook, groter dan die. Dus ik ga toch in het V'tje, dus in de naad hier een V'tje haken. Zoek even netjes midden op hier en dan steek ik daar een V'tje in. Dus alles goed kijken voor jezelf wat het mooiste is. Ik heb dus wel een V'tje erin precies in het midden gehaakt. En dan ga ik door met de andere kant van het band. Met V'tjes haken. We moeten natuurlijk wel onthouden dat ik aan de andere kant van dit band waar ik gestart ben nog een V'tje bij haak in het okseltje eigenlijk. Zodat het netjes rond blijft gaan. Nou, ik ga deze toer afmaken en dan zie je mij aan het einde, oftewel het begin van de toer, weer terug. Ik ben hier dus bij de andere naad aangekomen, of daar waar we gestart zijn. En dan ga ik hier in het hart ook nog een V'tje haken. Daar. Zoek gewoon voor jezelf een mooie plaats op, een mooi plekje op waar je hem in kan steken. Dan haak je een V'tje in. 1 losse. En dan gaan we sluiten in de derde losse van het eerste V'tje wat je gehaakt hebt. Nog een halve vast in de losse ruimte en dan 1, 2, 3, 4 lossen, oftewel 1 stokje en lossen. Dan draai je het werk en in diezelfde V haak je een stokje bij. Nu zijn we hier gestart met een V'tje en dan ga je weer rond haken. En nu haak je vanaf de goede kant van het werk. Stokje, lossen, stokje. En weer een losse. Nou, zo ga je rond tot je terug bent daar waar we net gestart zijn bij de 4 lossen. En dan zien we elkaar nog eenmaal terug. En dan ga ik jou verder toelichten wat je nog moet doen. Ik ben rondgehaakt, ik heb een losse gehaakt en dan ga ik de derde lus opzoeken weer. Die zit hier. Om de 2 lussen door en sluiten we een halve vast. Weer 1 halve vaste in de V-steek en weer 1, 2, 3 los voor het eerste stokje. Plus 1, nummer 4 erbij is de ruimte. Dan draai je het werk en ga je in dezelfde steek, dus in hetzelfde V'tje nog een stokje haken. 1 losse en in de volgende weer een stokje. En losse en een stokje. Lossen,
In de volgende V weer een stokje. Een losse, een stokje. Losse en in de volgende weer een V'tje. Nou, dit blijf je dus weer herhalen tot je terug bent bij het begin. En dan sluit je hem halve vaste in de derde losse die je geraakt hebt. En dan weer een halve vaste in het V'tje. Vier losse, werkdraaien en nog een stokje erbij. Voor nu, wat je mag gaan doen is als volgt. Wat je nu gaat doen is deze toeren doorhaken tot gewenste lengte.